Het is 4 voor. Goeiemiddag en welkom bij Joerd. De politie had van de middag op besloten met Mar en Grutte ziekactie houden naar een 24-jarige student uit Arnhem. De zielboot dat ze in Siert sloeg maar 6 mensen om. Het ziekje is intussen vanwege de hurde wien stilzet. Het waaide hut op een sletten maar voelen uitzitters. De groep studenten van het Rijn IJssel College uit Arnhem wie maar zielboordjes te varen. Een van de valkjes sloeg om. Helpt Jensen na 5 mensen uit het wetter helmen maar onder kwallingsverschijnsels. Dit plak krijgt boetenwaard zijn. Daar is het boordje omvallen in de vaargeul. Daar is het wel diep, maar een paar meter naar links en naar rechts is het minder diep. Dus het is het schijnt wel aardig te galmen zo nou en dan. Er is ook nog een politiehelikopter inzet bij de ziekactie. Om een uur als fjouwer is het ziekje stopzet vanwege de hurde wien. De drinkeling is nog net vol. De Antilleflat in Ljouwert zilver eerst net sloopt worden. Toch mooie bewenners, de komende man net weer om in haar hoes. Het bouwkundig onderzoek blijkt dat de flat te onveilig is. Op basis van het eerste voorlopig onderzoek heeft E-Construct geconcludeerd dat galerijconstructie onvoorspelbaar gedrag kan vertonen. Dat wil zeggen dat er mogelijk nog een keer dit voorval zich voor kan doen. Dit onvoorspelbare gedrag maakt het acuut onveilig voor personen om zich op, onder of in nabijheid van de galerij van de Antilleflat te begeven. Weddingcorporatie Woon-Friesland had voor de 160 bewenners tijdelijke huisvesting voor. Alle huisrieën werd de komende tijd door een specialisaire bedrijf uit de flat hellen. Hoe de galerij in Zwarte Koe is net bekend. Het bouwkundig onderzoek riel drint nog heel tijd. Het zal nog maanden worden vat er een definitief besluit naam wordt over de toekomst van de Antilleflat. In een 42-jarige inwenner van Minnetske is Joe 2 jaar cel eerske. Hij had verleden hier een ongeluk veroorzaken waarbij een ouder echtpeer omkomen is. Dat ongeluk gebeurde in juni vliet neer op de Hendrik Algrawaai in Ljouwert. De verdachte kwam op een linkerwaaihelte en botste frontaal op een auto. Een man en een vrouw van 28 en 29 hier kwamen om het leven. Neffens justitie had de minnesgeerster roekeleers rieden. De verdachte wie onder invloed van drugs hier vrouwelijkskleren aan en ziet mij ontbleerde onderlieven in de auto. De advocaat van de verdachte zei dat het drugsgebruik en de oorzaak van het ongeluk net te bewijzen binnen en eerst kunt een werkstraf. De rechtszaak in verband met de deur van Redmar Smedema uit Burgum zal in september plakvinden. Van de zaak binnen 3 dagen uit Lutsen, zoals jongeren tussen de 18 en 20 jaar matten van de rug te verschijnen. Redmar Smedema verstoor in april verliende hier na een vjochtpartij in discotheek Club Q in Katrebra. Garnalenfiscus binnen teleursteld door de prijs die garnalen op dit stuit op smiet op de veiling. De kans is groot dat het een week op nij staakt wordt. Een kilo garnaal smiert op de veiling in Lauwerzeeg ongeveer €2,55 op. De fiskers willen €3 de kilo. Dat is de mint, dat is ongeveer een 40 cent de mint, denk ik. De kistje in alle prijzen is een beetje gelijk, dus ja, had niks aan haken eigenlijk. Garnalenfiskers binnen al een paar weken net aan het werk vanwege een skeel over de prijs. 80 boten varen juist de wol uit om juur te zien wat het opbracht op de veiling. De komende dagen wordt een besluit naam over verdere acties. In Dokkum wordt de komende tijd zocht naar een nieuwe geschikte locatie voor een asielziekencentrum. In het centrum het plakwezen voor op zijn minst 400 mensen. De gemeente Dongeradiel en het COA hadden het al praat. De verwachting is dat het centrum in 2013 niet hebben geëerd. Van Juntje Sargent-Jonte van 2009 hier Dokkum Ecken AZC. De nesten van de Leppelbekken op Skier haat hege wetter redelijk oerlippen. Dat toch blikken uit de inspectie van natuurmonumenten. De waard van het slimste uitgeen naar de storm van Tiesdy. Net alle vogels binnen de goed van Waikaan. Tiesdy de middag stroepte de oostkwel eronder. Door de hurde wien ontstien meters hege golven die de nesten bedriegen. Na inspectie blijkt dat haast alle nesten van de wietsteens, ofwel de visdief, voortspeelt binnen. Dit is een triest gezicht hoor. Hier is het lege nest. En hier zie je nog dat het vloedmerk ligt. Hè? En hier zie je de eieren die zijn uit het nest gespoeld. Kijk, die zijn later gepredeerd vermoedelijk door meeuwen. Nou sneuwen is het safier, de Grutte Achmea Confeetje in Achlem. Intussen kunnen we drok werken om alles op het tiert kleer te krijgen. Likken het eten en drinken van de gasten. Het soekelariëfabriek van Achlem luidt een wekenlang stil. Het wordt broekt als uitvalsbasis voor de catering van maar liefst 2400 gasten die het op het tiert eten en drinken gaan matten. We gaan zo meteen 300 kilo pasta koken. We moeten 500 liter pasta saus koken. Ja, dat is gewoon echt gigantisch. We gaan een soort
hele lange, 700 meter lange dinertafel dekken als het weer droog blijft. Op het Keertsveld en in Achlum wordt hut werken om alles kleer te krijgen. Vanwege de huddewien worden gewoon tinten nog eens extra goed verszet. En dan ben we daar aan de waansverwachting. Joen en vannacht kans op tonger en zware windstieten. Vooral wettersporters moeten voorzichtig wezen. Morgen eerst een soort bewolking, maar rein. Letter op het dag breekt de zinnen terug. Dus die heeft nog heel tijd een krachtige west- en noordwestenwien. En dat is maximaal 16 graden. En ontzag voor het nijs in het kwad. Meer nijs is er in de uitsturing van 6 uur. Nog een mooie dag verder.